In deze video ga ik zoveel mogelijk vertellen over Reshade. Doe alvast een duimpje omhoog en veel plezier met kijken. In deze video ga ik jou dus het een en ander vertellen over Reshade. Waar je het kan downloaden, waar je presets kan downloaden, hoe je het moet downloaden en wat je instellingen zouden moeten zijn op StarStable zelf, maar ook natuurlijk op Reshade. En ik ga je nog wat linkjes geven in de beschrijving waar je misschien dan later ook nog wat aan hebt als jij bijvoorbeeld alle features die ik hier aangeef niet kan vinden of als dat niet lukt. Het belangrijkste eerst is dat je even moet kijken op jouw StarStable account. En dan ga je niet op spelen drukken, maar dan klik je even hier in dit scherm op instellingen. En dan ga je kijken naar de minimumvereisten. Daarin kan je zien wat het minimum is en dan gaat het over dat OpenGL. Dat heeft met je grafische kaart te maken. Minimum is 3.3.0 en het aanbevolen is 4.3.0. Je kan bij mij zien dat ik 4.6.0 heb, dat alles groen is. Dit is echt heel belangrijk voor de kwaliteit van jouw game. Het grafische stuk. Dus daar moet je even naar kijken. Heb jij die nou niet allemaal groen? Dan hebben we daar nog iets anders voor. Of dan heb ik daar nog iets anders voor. Maar we gaan even vanuit dat alles goed is. Dan moet je natuurlijk Reshade downloaden. En dan ga je dus naar die website reshade.me. Dan kom je op deze website. Als je dan klikt op download, ga je naar beneden. Of je scrolt naar beneden. En dan zie je twee soorten downloads. Het beste is de onderste te downloaden. Dus de download Reshade met de full add-in support. Rechts bovenin vind je dan het gedownloade foldertje of je gaat naar mijn downloads. Hij geeft dan wel aan van jongens, kijk uit, single player, bla bla bla. Hoef je je niet druk om te maken, klik het gewoon op oké. Dan ga je naar deze PC, dan ga je naar je C drive. Dan ga je kijken naar program files. Daar zoek je dus naar StarStable, daar is die. Dan klik je op client en op het StarStable logo. Dan klik je op next. Nou, het is een OpenGL. Hier doe je alles uncheck en check. Zodat je alles gecheckt heeft. Dan gaat hij alle shaders erin zetten. Dat duurt een paar seconden. Dat duurt niet zo mega lang. En daar wacht je dan even op. Je kan trouwens ook... Oh, wacht. Hier, dit moet je niks aanvinken. Hier hoef je niks mee te doen. Gewoon next. En dan staat Reshade erop. Als jij nou presets wil hebben, dan ga je naar deze website. Dat is Stable of Souls. Dan ga je naar links. Daar zie je al staan Reshade presets. Daar kan je allemaal presets downloaden gratis. En dat gaat zo. Je klikt er één aan. Je typt hierin 0. Je zegt get it now. Nou, dan ga je daar je naam, je e-mailadres en je naam moet je invullen. Nou, check out. Dan scroll je naar beneden. View content en daar zie je daar het INI file is de preset en de andere is een plaatje. Dan geeft hij aan, dit moet je niet downloaden, daar hoef je je niet druk om te maken, dat kan je gewoon wel doen. En dan staat hij natuurlijk in je downloads, dat ga ik straks laten zien. Maar er zijn hier zo'n 9 of 10 pagina's vol met presets van StarStable, met Reshade. Dus je kan hier echt even uitzoeken wat jij mooi vindt. Het kost niks. Het kost alleen even wat tijd. En je moet even dingetjes invullen. En je moet het daarna natuurlijk gewoon in jouw eigen Reshade en jouw StarStable zetten. Maar dat laat ik zo even zien. Als jij trouwens Reshade gedownload hebt en je kan hem niet vinden, ga dan even naar het mapje downloads. En daar vind je vanzelf Reshade. En dan kan je gewoon verder alles volgen wat ik net heb laten zien. Dus zoek hier op deze site even de mooiste presets en download die. En dan gaan we eens even laten zien hoe je die dus in StarStable krijgt. Jij gaat dus naar je downloads. Dan zie je alles met dat tandwieltje, dat zijn alle presets. Die ga je allemaal selecteren en dan klik je op 1. Dan hou je shift ingedrukt, klik je op de laatste. Ga je hier weer naar je C drive, program files, zoek je weer naar StarStable. Die klik je ook open. En daar heb je je client map. Daar moeten ze naartoe. Dus daar hoef je niet op te klikken. Daar moet je ze naartoe slepen. Ja, hier, ik heb al dezelfde preset. Maar je sleept ze daarheen. Dan staan ze dus bij jou in jouw Reshade. Op StarStable klik je op je home knop van je toetsenbord. Dan gaat dus Reshade open.
Als je naar je add-ons gaat, is het belangrijk dat je die aanvinkt. De copy depth buffer before clear. Ik kan het niet goed zien, want ik heb mijn bril niet goed. Ook is dit stukje belangrijk. Dit is 0 als je net de reshade hebt, maar je moet hem op 1 zetten. Als je dat gedaan hebt, dan pakt hij, als het goed is, alle shaders. Je ziet ook als je daarop klikt, wat ik net deed, weet je, als je even hier goed kijkt, dan kan je heel goed alle presets zien die ik er dus op heb gezet. Kijk, hij pakt alle presets die ik dus gedownload heb. Deze heb ik dus net gedownload. En dan kan je hier dus de preset zien. Dus je kan iedere keer op je home button klikken. En dan vind jij dus je preset gewoon weer terug. Je kan hier ook foto's maken. Hartstikke leuk. En het kan, als je daar dan weer op klikt, dan kan je gewoon weer terug naar een andere preset. Ik heb 1 preset gedownload. Die heet Basic Vibrance, geloof ik. En dat is een preset die ik altijd aan heb. En met een bepaald aantal shaders. Ik heb niet altijd mijn shaders aan. Je kan ook foto's erin plaatsen met een mooie achtergrond. Dat ga ik een andere keer wel laten zien. Het is voor nu belangrijk dat je weet hoe dit stukje werkt. Lukt dit allemaal nou niet, dan heb je kans dat je een andere reshade versie nodig hebt. En daar zal ik ook even gauw wat over vertellen. Want het kan natuurlijk zo zijn dat jij net een iets verouderde versie hebt van je computer, zeg maar, je graphics. Dan is het belangrijk dat je Reshade 4.4 erop zet in plaats van de allernieuwste versie. Dit kan ook. En Reshade 4.4 kan je downloaden. En ik ga in deze videobeschrijving een link zetten van een YouTuber. Zij heeft ook een Discord server waarin dus alle vragen van Reshade gesteld kunnen worden. En waar je dus ook deze versie van Reshade, de 4.4, kan downloaden. Als je die download je op precies dezelfde manier als wat ik je net heb laten zien. En in de Souls of Stable of Souls staan ook allemaal presets voor Reshade 4.4. Want daar staat er 4.4 achter. Dit is even een hele korte video. Omdat ik hem een beetje zo snel mogelijk in elkaar heb gefietst. En misschien ben ik best nog wel het een en ander vergeten. Maar de dingen die ik heb laten zien, dus echt de eisen van je systeemeisen van je grafische kaart is belangrijk. Dat stukje wat ik liet zien op Star Stable zelf, dat je even dat dingetjes aanvinkt, die zijn heel belangrijk. Dat je computer dus de goede, wat betere kwaliteit computer hebt, is belangrijk. En op het moment dat jij Reshade aan hebt, dan moet je 1 preset hebben. Desnoods doe je daar niks aan vinken. Die jij dan als normaal kan gebruiken. Anders heb jij natuurlijk altijd shaders aanstaan. Nou, ik heb vaak wel gewoon altijd shaders aanstaan. En dan wissel ik iedere keer van preset als ik een video ga opnemen. Ik hoop dat dit een beetje duidelijk is voor hoe je Reshade downloadt. Wat voor presets je kan gebruiken. Waar je ze vandaan kan halen. Hoe je ze op de computer zet. En wat dus belangrijk is voor de instellingen van Reshade om de juiste presets te kunnen gebruiken. Heb jij vragen? Laat ze even weten onderin de reacties. Kijk anders ook zeker even op die Discord server die ik hieronder dus even ga neerzetten. Want dat is dus echt wel een Discord server waar je alles kan vragen. En ook de Stable of Souls heeft een Discord server. Word daar ook lid van als jij Discord hebt. Want ook bij hun kan je allemaal vragen stellen. Het is wel in het Engels, maar zij weten zo ontzettend veel. Daar haal ik ook mijn informatie vandaan. Nou, doe even een duimpje omhoog alsjeblieft als je het een leuke video vond. En als je er wat aan hebt gehad. Ik vond het fijn om het even snel voor jullie te kunnen maken. Ik wens jullie natuurlijk nog een hele fijne dag. En tot de volgende video. En tot ziens. Doeg!